Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi vertrekt morgen naar Guyana. Deze mededeling deed minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken vanmiddag tijdens een persconferentie in de congreshal. Hij vertrekt naar Guyana met een delegatie bestaande uit de minister van Binnenlandse Zaken, International Business, Internationale Samenwerking, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de minister van Openbare Werken, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. Dus de formele delegatie bestaat uit 7 personen die de substantiële gesprekken zullen voeren. En ik moet zeggen, de samenstelling van de delegatie is op basis van de functionaliteit van die agenda. Op de agenda staan zaken waar de minister die ik genoemd heb noodzakelijk zijn om antwoorden te geven, dan wel in discussie te gaan, dan wel afspraken te maken. Qua programmering zal het zo zijn dat op 18 augustus in de ochtend de beide presidenten elkaar gaan ontmoeten, één op één. En vervolgens zal er een kleine 2 uren gesproken worden over de samenwerking op het stuk van veiligheid. Dat zal gebeuren in besloten kring, dus in een kleinere groep met de veiligheidsautoriteiten van beide landen erbij. Daarna zal er een primaire sessie zijn waarbij alle ministers aanwezig zullen zijn, inclusief de directeur van Staatsolie, Jack Visser, die meereist, omdat er een werkgroep is, Oil and Gas, dat tussen de beide landen is geïnitieerd en hij heeft daar de voortrekkersrol in. Volgens minister Ramdien heeft het bezoek te maken met de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Guyana. Er zal naast de samenwerking in de olie- en gassector ook over de oversteek van personen worden gesproken.